Bloomberg is aangevallen door het duistere koning die de wensboom in de brand heeft gestoken. En in de video van Torben hebben wij een ondergrondse bibliotheek gevonden, waarin we dit boek hebben gevonden, waar precies in staat hoe we de wensboom weer kunnen genezen. Want dan kunnen we wensen dat die duistere koning weggaat. Alleen, ik weet niet waar Torben is. Dit is nogal een probleempje. Waar is Torben? Hallo, Torben, ben jij hier? Oh nee, dit meen je niet. Nee, ga me niet zeggen dat Torben is ontvoerd door de duistere koning, hè? Misschien is Torben boven. Ik hoop echt niet dat hij ontvoerd is. Torben! Waar is Torben dan weer? Torben! Torben! Wat? Ja, Torben, goedemorgen. Wat ben je aan het doen? Ik was even koffietje doen in de cafetaria. Ik maak me zo druk om jou. Ach, ik dacht dat je ontvoerd was door de duistere koning. Nee, joh, rustig. Ik ben hier. Oké, Torben. We moeten een plan bedenken. Want in dit boek staat een hele hoop tekst. Maar dat gaan we niet nog een keer lezen. Dat hebben we bij jou gezien. Maar Torben, we moeten een basis maken. Zodat we dit plan kunnen uitvoeren om de wensboom te repareren. Oeh, ja. Nee, misschien kunnen we dat oude huis van Pato gebruiken. Ik weet niet of je nog weet waar dat zit. Pato de dief. Ja, dat weet ik nog. Dat is heel dicht bij Bloomberg, hè. De boze koning gaat ons 100% vinden, want hij wil ons pakken, Torben. Dat is niet slim om te doen. Trouwens, misschien, we hebben helemaal niet gekeken, maar misschien is Pato daar. Kom, laten we daar ten eerste gaan kijken. Alleen, ja. We moeten dus weg uit deze bibliotheek. Moeten we hier nog wat vinden? Ik denk het niet. We hebben alle boeken mee, toch, die we nodig hebben? Hebben we alle informatie? Ja, is het wel een idee om gewoon even in ons hoofd op te slaan waar het ook weer was, zodat we het makkelijker de volgende keer kunnen Precies onder Bloomberg. Ben je dat nou weer vergeten? Oké, ik volg jou. Oké, maar we moeten uitkijken, want er stonden overal van die enge bewakers, hè. Weet jij de weg nog? Nee, daarom. We gaan gewoon recht omhoog hakken. Ik denk dat dat de veiligste manier is om weer thuis te komen. Torben, kom, we moeten hierheen. Ja, precies. Ik kom eraan. Alleen uitkijken, want... Doe je? Ik wil toch ook mee? Ja, hey! Ja, maar dat werkt toch helemaal niet? Dan val ik toch... Ja, ik wil toch mee? En dan doen we 3, 2, 1. Dit werkt toch helemaal niet? Oké, weet je wat? Ga jij daar waar? Dan ging ik wel naast, oké? Ik denk dat misschien slimmer is om te doen. Dat is beter. Waarom is het met jou zo'n opgave om omhoog te komen? Zo vervelend. Jij bent er al, of niet? Ik ben er, ja. Jij bent er. Hey, ik zie diamond. Oh nee, dat zijn geen diamond. Zie je diamond? Oeh, pas op. Volgens mij is Torben. We moeten... ik lig in het water. We moeten een andere kant op. Ga die kant. Ja, die kant waar jij op gaat. Ja, ik... Maar dat water... Ik doe mijn best. Oké, we moeten hier helemaal omhoog. Kijk. Torben, zie terug. Wat ik zie? Ja, ik denk die kant op. Deze kant. Oh, hier kwamen we ook vandaan, volgens mij. En dan hier gaan we via het water omhoog, ja? Oh, dat is tactisch. Zie ik nog diamonds? Of niet? Oh nee, dat vieze groen op de muur, dat lijkt de hele tijd op diamonds. Oké, die bewakers hebben ons hopelijk niet gezien, anders hebben we een probleem. Ik hoor niks. Ik hoor ook niks. Waar ben jij, Torben? Oh, jij bent helemaal boven. Ik val. Torben, ik weet de weg. Ik weet de weg alweer. We moeten via hier. Kom. Okay. We moeten naar boven en we moeten zo snel mogelijk even een soort van bunker of iets maken. Trouwens... Heb jij blokken? Ik heb blokken. Maar Torben, zijn die nog in jouw huis Diamond Armor? Ja. Zullen we die in mijn pakken? Kelder zelf. Ja, hoe kom ik daar? Via de achterdeur. Jij hebt toch ook een achterdeur? Ah, ja. Oké. Ik ken mijn huis beter dan ik mijn eigen huis ken. Ja, omdat ik zo vaak heb ingebroken en spullen heb gestolen. Sorry. Jij bent zo vervelend af en toe. Laat niet weghakken, ja? Ik hak niks weg. Oké, ik ben boven en de lucht is nog steeds paars. Waar ben ik? Ik zie Bloomberg. Torben, hier zijn we veilig. Ik ben bij jou. En is die koning... Nee, broer, er staat hier letterlijk... Waar? Gasten voor. Waar dan? Daar, voor je neus. Hij kijkt ons toch helemaal niet aan? Mijn huis is, als wij hier zijn, volgens mij coördinaten daar hier. Daar is de boom. Ik zie het ook. Het is helemaal oranje blokken. Kom, we gaan hier naar binnen. Kijk, hier staat die... Torben. Ja? Die koning stond toch hier? Hij was zeg maar niet te missen. Hij was gigantisch. Waar is de koning? Is hij bij de wensboom? Kom, rennen. Pas op, ik vind het eng. Hij is niet bij de wens. Oké, dit is dom. Maar al die bewakers die zijn er nog. Ja, er staan er echt heel erg veel. Oké, kom, we gaan naar binnen. Ik heb mijn armen nodig. Torben, moeten we niet gewoon één van die bewakers ontvoeren? Dan kunnen we hem ondervragen. Nee. Dan gaan we Hoezo dood. Zo niet? Dan zijn we dood. Het is maar één bewaker. We zijn met z'n tweeën. Oh, sorry. Het
Er staat er hier een. Wacht, kom even naar beneden. Kom naar beneden. Ja, stil. Als je ons ziet, hebben we echt een heel groot probleem. Ja, daarom. Ik denk dat hun allemaal samenwerken met elkaar. En hetzelfde hoofd hebben, zeg maar. Ja, dus ik denk dat als er eentje... Als er eentje gepakt wordt, dat ze dat gelijk allemaal weten. Nee, joh. Welkom in mijn bunker, by the way. Ze hebben waarschijnlijk gewoon een masker op. Oh, ja. Deze bunker heb ik nog nooit gezien. Nee, maar ik ben hier nog nooit geweest om een kijkje te nemen. Ja, dat zal wel. Ik heb hier gelukkig al mijn armor. Oh, dankjewel. Mag ik ook armor? Of wat ik nee. Heb alleen een helm. Ik ja, heb alleen hier. Een helm. We moeten delen. Yeah. We moeten samen sterk zijn. Ik heb hier nog wat armor liggen. Oh, iron armor. Daar heb ik toch helemaal niks aan. Misschien heb ik nog diamonds ergens. Heb je nog diamonds? Nee, ik heb al je kist al een keer bekeken. Je hebt Heb ik geen diamonds? Jawel, ik heb één diamond hier in deze kist. Oh, ik heb er ook nog 6. Wacht, daar kan ik schoenen mee maken, of niet? Ja, is het slim om daar schoenen mee te maken? Ik weet het niet. Ja, heb die je nog ziet geen er diamond? Prima uit. Ja, rechts onderin, in die kist daar. Het is geen bom, hè? Het is geen trap. Het is geen redstone chest of zo, hè? Dat ga ik niet zeggen. Anders blaas jouw... Ja. Jij hebt superveel spullen. Die golden apple... We moeten sowieso alle zeldzame spullen meenemen. Die diamond moet mee. Jawel, die golden apples moeten ook mee. Die armor dingen moeten mee. We nemen alles mee naar de geheime basis. Want hier komen we denk ik... Oké, misschien moet ik dat niet doen. Zit je nou te bellen? Ja, oké, misschien was dat niet zo slim. Torben, straks horizon jam. Dom. Maar we zitten hier diep onder de grond, dus dat horen we niet. Neem die boeken mee, waterbreeding... Hoe kom jij... Hey, zit jij nou alles mee te nemen hier? We gaan het delen, Torben. Oh. Ja, ik ken jou langer dan vandaag. Torben, kom, we gaan... Torben, we moeten weg. We moeten weg. Snel. Zie je wel, hij heeft ons gehoord met die bel. Het is niet dat dit een teleporteermachine is of zo, nee. Je hebt niet een geheime ingang of zo, of een geheime uitgang in je bunker. Hoezo heb je dat niet? Nee, maar dit is wel slim. Wacht, ik zet dit ding neer. Weg. Ja, kom. Torben, kom. Ja, hoe zet ik dit ding terug? Torben, dat ding hoef je niet terug te zetten. Ik heb hier toch houten blokken? Ga weg. Ja, maar... Ga weg. Ja, ik kan niet verder dan dit. Oh, jij bent zo dom. Nou. Oké. Nou, hier kunnen we dus ook niet meer komen. Ze zitten zo op onze hielen. Wat is er? We kunnen... In principe, hij is in onze bunker in zijn eentje. Zullen we hem ontvoeren? Kom, we gaan hem ontvoeren. Kom. Is dit de beste kans om het te doen? Oké, kom. Ik ben het helemaal met je eens. We gaan hem ontvoeren. Nee. Stop. Doe het misschien toch ook niet. Ja, maar ik wil hem ontvoeren. Ja, ik ben bang. Ja, maar dadelijk... Ik wil niet dat we doodgaan, allebei. Dan is het gewoon klaar, hè. Dat gaan we nooit meer kunnen verslaan. Laten we sowieso even bij de missie blijven. We moeten even een basis gaan maken. En vanaf daar kunnen we plannetjes bedenken. Ik denk dat dat het slimste is om te doen. We moeten eerst omhoog. Volgens mij is we die kant op gaan. Nou, het is best wel een end omhoog, hoor. Ja, dat weet ik. Met die geheime bunker voor jou. Ik blok het gewoon een beetje af. Oké, daar is de boom. Hoe gaan we bij het huis van Patrick komen? Daar staan bewakers. Gewoon weer terug. Via de bosjes. Terug? Nee, maar we moeten helemaal omlopen. We moeten daarheen. We moeten bij het Bloembergbord zitten. Oh, dat huis! Welk huis dacht je dan? Die blauwe? Ja, ik dacht even het blauwe. Hoe gaan we dit... Wacht, doen? Kunnen we niet onder de grond zwemmen, zo? Naar het water? Oh, dit is slim. Maar dan moeten we hakken. Maar dan gaan we dood. Torben, we gaan dood. Dit is niet slim. Ik heb water breeding. Ik heb geen water breeding. Ja, ik wel, dus ik kan het hakken. Ik heb wel water breeding. Kijk, dan komen die potions meteen van pas. Dit is echt top. Oké, hakken. Sneller, schiet op. Torben, dit duurt te lang. Ik heb geen shovel. Torben, oké, we kunnen hier weer ademen. Dit is helemaal top. Zijn we al? We zijn er. We gaan via onder water. Ik ben niet aan het zwemmen. Onder water. Torben, het zou kunnen zijn dat ze me zojuist hebben gezien, maar dat weet ik niet zeker. Ga ik nu gewoon doorrennen, denk ik. Dus ik hoop niet dat ze ons komen volgen. Ik weet toch waar het huis is. Het was ongeveer hier ergens in de bossen. Iets meer naar links, volgens mij. Ja, alleen... Okay. Oh, Torben... Ja? Ik schrik me rot. Oh, dat is een hond. Het leek op Toby. Ik zie het. Torben, ik heb trouwens echt een heel goed idee. En dat besef ik me nu pas. Aangezien we nu weer hier terugkomen, doet het me helemaal terugdenken aan de dief. En aan toen we politie waren. Toen alles nog mooi was in Bloemburg.
ik weet dat ik ergens in mijn huis nog een pistool heb. Die moeten we hebben, dan kunnen we de koning verslaan. En daar denk je nu aan? Ja, ik was het vergeten. Daar denk je aan op het moment dat we weer hier zijn? Ja, maar ik, weet je wat? Ik heb een idee. Kijk, als we hier naar beneden gaan... Nee, dat is hier, jongen. Waar is hier. Dat? Hier. Wat? Hier. Oh, geheim... Ja, jongen, was ik vergeten. Als jij hier gewoon een beetje een mooie geheime basis van maakt... misschien wat beter beveiligd. Trouwens, Pato had ons wel heel goed in de gaten, hè, met Bloomberg. Ja. Ja, ja. Oh, die vuile dief. Pato is... Maar wat? Ik moet hier een bed neerzetten en een basis van misschien maken? Misschien is Pato hier wel. Hallo, Pato, ben je thuis? Pato? Oké, Pato is niet thuis. Nee? Nee. Aww. Waarschijnlijk is Pato gevlucht. Misschien is Pato wel... Ik ga weer de verkeerde deur in. Misschien is Pato wel gepakt. Je moet gewoon denken dat je naar de wc gaat. Dit is de buitentoilet. Lekker poepen, ja. Misschien is Pato gepakt door die boze koning. Dat kan natuurlijk ook, hè. Oeh, dat is een hele goeie. Oké, als jij het hier even... Okay. Als jij het hier even... Oh, mijn pickaxe. Moet ik hier nou gaan bouwen? Ik ga op missie, hè. Ik neem hier het risico om een pistool te pakken, hè, Torben. Okay, ga jij hier maar even bouwen, zorg maar dat het wat mooier wordt. En dan zie ik je over 5 minuutjes terug. En als je niks van me hoort, dan is het... Oh nee, zeg dat nou niet. Dan nee, moet je nee. me komen redden, oké? Okay? Nee, jij komt terug. Jij komt terug. Hier nog wat zeldzame spullen. De enchant, gouden appel neem ik mee. Ik zie je straks. Oké, dit is perfect. Torben is beneden. En ik wil gewoon zo'n bewaker ontvoeren, zodat we hem kunnen ondervragen. Dus ik heb een missie. Ik ga mijn pistool pakken. En dan neem ik zo'n bewaker mee. En dan gaan we die opsluiten hier in het huis. Dan kunnen we hem ondervragen. En dan weten we precies waar de duizende koning is. Dan kunnen we hem uitschakelen. En nog belangrijker, dan kunnen we de wensboom weer repareren. Oké, gewoon onder water naar Bloomberg. Eens even kijken. Geen bewakers hier. En als het goed is, kan ik via mijn achteringang naar binnen. Oh, die boom moeten we echt heel snel redden. Dit is de enige manier hoe we dit allemaal weer beter kunnen krijgen. Want dan kunnen we gewoon wensen dat alles weer normaal is. Dat is de perfecte manier. Oké, eens even kijken. Daar staan de bewakers. Die duistere koning is weg. Waar hij is, ik heb echt geen flauw idee. En ik ga gewoon via mijn achterdeur naar binnen. Kijk. Bij de voordeur staan dus die bewakers. Die bewakers mogen mij niet zien. En dan ga ik naar boven, want dan ben ik helemaal vergeten de vorige keer. Ik heb hier nog 1 diamond. Dan heb ik er weer 4. En ik heb hier nog een pistool. Oké, en nu moet ik 1 bewaker zien te vinden. En dan ga ik die gewoon meenemen. Dit is een perfecte tactiek. Ik snap niet waarom Tormund het hier niet mee eens is. Dit is het allerslimste om te doen. Oké, nu moet ik alleen nog maar een bewaker zien te vinden die helemaal alleen is. En ik zie daar een bewaker. Oh, nee, dat zijn 2 bewakers. Dat is niet de beste bewaker om te ontvoeren. Er moet toch wel gewoon 1 domme bewaker zijn die helemaal alleen is. Misschien hier... Oh, ik zie er daar eentje staan. Deze is helemaal alleen, denk ik. Eens even kijken. Hier is verder helemaal niemand. Hallo, bewaker, meekomen! Bewaker, meekomen. Hallo, praat eens! Bewaker... Waarom praat hij niet? Dit vind ik eng. Meekomen of ik schiet? Ik kan helemaal niet schieten, dat hoort de rest me. Meekomen! Meekomen. Oké, volgens mij komt hij mee. Dit is perfect. En de andere bewakers hebben helemaal niks door. Dit is een perfect plan, Tor. We gaan echt blij zijn dat ik dit heb gedaan. Ik weet zeker dat dit een goede tactiek is. Meekomen. Bewaker, meekomen. Oké, blijkbaar verstaat hij me wel. Het is geen Spaanse soldaat. Hij kan wel Nederlands. Meekomen, nu. Nu. Dit is echt een perfect plan. En waarom je niet praat, weet ik ook. Waarom praat je... Weet je wat? We komen er straks wel achter. We gaan gewoon de antwoorden uit jou krijgen. Kom maar. Kom maar met me mee naar de wc. Nee, we gaan niet naar de wc. Kom maar, bewaker. Kom maar. Kom maar naar beneden. Goed zo. En ga daar maar staan. Ga daar maar staan. Torben! Torben! Ja. Wat is er? Kijk eens wat ik hier heb! Bro. Ik heb een boze soldaat meegenomen. Een duizend soldaat. Hoe heb je dit gedaan? Met mijn pistool. Alleen één probleempje. Praat hij? Nee, hij praat niet. Ik wou hem eigenlijk ondervragen, maar... Hallo! Zeg wat! Nu! Hij doet dus niks. Dus... Ja. Hij ziet er zo eng uit, man. Ik hou een beetje afstand van die gast. Je weet niet wat hij kan, hè? Torben, we moeten hem gevangen houden. Ik heb een perfect idee. Als wij gewoon hier naar boven gaan... Wacht. Kom wat? Terug. Ja, ik moet even mijn armor aandoen, want anders gaat het mis. Ja. Dan kan hij dat dadelijk pakken. En bewaker of soldaat, ik weet niet eens wat het is. Hier blijven, oké? Torben, ik heb een idee.
We gaan hem hier gewoon opsluiten. Kijk, we halen de ladder weg. En dan gaat hij hier verhongeren. En op een gegeven moment gaat hij zeker weten praten. Dat weet ik zeker. Oh, dat is wel slim. Dit was de video. Klik even hier of hier om een andere video te zien. Want wil je zeker in B6 gaan elk moment weg. Namelijk in 3, 2, 1.